Nog wel een puntje van aandacht. Jullie zien dat ik hier allemaal markeertjes gemaakt heb. Uh, omdat je natuurlijk niet precies kan zeggen hoeveel steken je gemaakt hebt hier in die vaste. Uh, dat zal voor, voor sommigen toch verschillend zijn. Je wil wel uitkomen. Je hebt hier je uh, uh, drie stokjes, twee losse drie stokjes gemaakt. En je popcornsteek zit hier. Je wil zorgen dat hier de popcornsteek eindigt. Zodat je het voorkantje helemaal gelijk hebt lopen. Dus wat heb ik bedacht? Je gaat. Twee lossen vanaf hier. Kijk, ik heb hier 1 2 lossen gedaan en dan moet hier mijn popcornsteek maken. Dan zorg je dat er 5 steken tussen zitten en je zesde steek maak je weer een markeerder. Dus 5 lossen ertussen, zesde is een markeerder en dat doe je helemaal tot, nou ja, ongeveer hier aan deze kant. Bij deze heb ik het helemaal voor. Ik ga even mijn andere pakken, want daar heb ik het helemaal voor gedaan. Kijk. Ik heb hem helemaal tot hier gemaakt, tot boven je. Je hebt hem hier aangehecht, uh, je zijkant. En ik heb hem daar nog drie keer door laten lopen. En vanaf deze steek weet ik dat ongeveer hier moet een popcornsteek komen. Dit moet een popcornsteek zijn. Dus moet je een beetje smokkelen dat je misschien één losse ertussen moet of drie lossen of twee lossen. Zorg dan dat je dat in deze twee doet zodat hier de popcornsteek is, dan weet je in ieder geval dat de voorkant mooi een geheel wordt met het patroon drie stokjes twee lossen, drie stokjes twee overslaan, popcorn. En dat die voorkant van je sjaal helemaal gelijk is geworden. Dat het dus helemaal één mooi geheel is, want hier aan de zijkant valt het niet op als je een klein beetje, hier aan de zijkant, sorry ik was uit vreemd. Hier aan de zijkant maakt het niet uit als je een beetje hebt moeten smokkelen of wrokken. Zoals, zoals ze dat noemen. Dus moet je hier bijvoorbeeld maar één stokje of lossen ertussen doen. Of, of drie of twee. Zorg even dat die in deze twee, dat hier je popcornsteek komt. Dus je gaat helemaal, je begint hier in de punt. Je gaat rondom haken. Dus deze achterkant. Ga je ook helemaal haken. Dus je hebt hem hier vastgemaakt. Achterkant ga je helemaal doorhaken. Dan kom je vanzelf hier. En hier heb je twee keer de kans om dus helemaal te fixen dat hier je popcornsteek in komt. Dus die markeertjes zijn voor je popcornsteek. Dat daar de pop dubbele popcorn in komt. Nou, dan gaan we ga gauw beginnen aan het uh, voorhaken met drie stokjes, twee losse drie stokjes in de punt. Dus daar gaan we. Tot zo!